zeker gedicht. Hij leest voor het eigen werk. Hij leest voor het eigen werk. Nou, staat hij dan. Ik, Elmus, ik wil toch een woordje zeggen. Via een ander, weliswaar, maar toch. Die ander ben ik dus, dat hebben jullie door. Zelf vind ik het wel vermakelijk dat ik, die altijd als eerste haar mond opendeed om te zeggen wat ik ergens van vond, nu zelfs geen geluid kan maken. De vraag of ik in het gemeentehuis en jullie heb gemist, is makkelijk te beantwoorden. Er is de afgelopen weken zoveel gebeurd, het overlijden van het zusje van mijn schoondochter, dat ik er geen tijd voor heb gehad om daarover na te denken. Wat wel fijn is geweest, het feit dat ik thuis was, ik erg veel voor mijn kinderen kon doen, voor mijn kleinkinderen kinderen kon doen. Maar goed, het leven gaat door. Ik wil Herman en Lambertus bedanken dat ik altijd een willig oor bij hem vond. Ook als ik aan het eind van de week met ergernis niet naar huis wilde en mijn beklag bij hem kon doen. Ikzelf had nooit gedacht om als ambtenaar aan het werk te gaan. Nadat ik met Cosien een gesprek had over het aanvragen van een bijstandsuitkering, bleek dat er in het gemeentehuis een koffiejuffrouw werd gevraagd. Een vreselijk woord, koffiejuffrouw. Daarna ging alles in een stroomversnelling. Binnen een week had ik een jaarcontract. En zie, nu ben ik al 11 jaar werkzaam geweest. Apart is het wel dat mijn laatste werkgever ook mijn langste werkgever is geweest. Ik vind het fijn dat jullie hier vanavond wilden komen. Een etentje is altijd gezellig. En apart om afscheid te nemen is toch leuker. Wat ik niet zal vergeten is het leuke gebaar van Iti, Marian en Theo toen ik op mijn laatste werkdag toch wat aangedaan het gebouw verliet. Ik werd uitgezwaaid met papieren lappen en hoorde Iti zeggen, we hebben er toch nog lachend het gebouw zien verlaten. Ik wil Iti en Romy bedanken voor de leuke samenwerking de afgelopen jaren. En jullie allemaal voor de leuke gesprekken die we hebben gehad. Bedankt en misschien tot ziens. Ellen. Ja.